Mijn naam is Ans Buitenbrink, voorzitter van het Oude Raadhuis. De galerie die gevestigd is in het echte Oude Raadhuis van Waarland. En wij voeren actie om nieuwe donateurs te werven, omdat de subsidie dreigt te worden verminderd en op enige termijn stopgezet. En wij hebben inkomsten nodig om het huis te onderhouden en het open te houden. Mijn naam is Kees Hanschiet en ik woon hier in Waarland. Deze markt en deze galerie, met de galerie te beginnen, ik vind dat het hier zeker binnen Waarmond, waar kunst en cultuur hoog in het vaandel staat, dat het daar eigenlijk een onmisbare rol vervult. Omdat het een platform is voor kunstenaars. En niet alleen voor gevestigde kunstenaars, maar ook voor mensen die nog niet zo erg lang actief zijn. Op het gebied van eigenlijk allerlei gebied, schilderkunst, keramiek, goede beeldende kunsten. En deze markt één keer per jaar, ja, het is jammer dat het vandaag een beetje rot weer is, maar het zonnetje doet het altijd beter. Ik vind het altijd ontzettend leuk om te zien wat andere mensen doen en maken en hoe ze dat maken. En ja, bovendien is het ook leuk om af en toe eens wat te kopen natuurlijk. Dat geldt ook voor die galerieën. Ja, kunst in mijn leven. Ik ben eigenlijk mijn hele leven wel geïnteresseerd geweest in kunst. Alleen in mijn werkzame leven ben ik niet zo toegekomen om er zelf wat in te doen. En pas sinds een jaar of vier studeer ik nu ook wat kunst, kunstgeschiedenis onder andere. En maak ook zelf meer toegepaste kunst eigenlijk in dit geval. Dus je zou kunnen zeggen dat het op dit moment mijn leven voor een behoorlijk deel voelt. Ik ben Kitty Romeijn en ik kom uit List. Kunst in het leven betekent eigenlijk omringd zijn door mooie dingen. En dat is eigenlijk toch een beetje zoals eten en drinken, het zou gewoon moeten zijn. Ik ben Wimke Janssens. Ik woon in Waarmond al een heel aantal jaren. Ik vind het heel leuk dat dat in Waarmond bestaat, deze voorziening op het gebied van kunst. En ik ga hier ook heel vaak kijken en wij doen veel inspiratie op. De kunst, dat vind ik heel erg prettig. Mijn man en ik doen daar eigenlijk al redelijk wat aan. We schaffen wel kunstwerken aan. En ik heb hier ook al het een en ander gekocht in het Oude Raadhuis en de galerie. Hier dan bijwoont. Ik woon in Oeskees, gastvrouw in het raadhuis van Waarmond en ik doe dat al enkele jaren. Heel leuk om te doen, ook om mensen te ontmoeten die gevoel voor kunst hebben. Ik ben Marie de Zee, ik woon in Noordwijk. Wij hebben best wel veel kunstzinnige dingen thuis en het geeft me enorm veel plezier. We zijn hier vaker, een geweldige galerie. Het zou ontzettend jammer zijn dat het zou verdwijnen. Dus wat mij betreft, dat blijft. Ik ben Therese van der Lied en ik woon ook in Noordwijk. Mijn moeder kwam zelf uit Waarmond, dus we hebben een bepaalde link ook uit Waarmond vandaan. Vandaar dat we hier ook graag komen en dat we dit moois graag zouden willen behouden. Ik vind het allemaal prachtig altijd en ik geniet ervan. Er zijn veel mooie dingen, maar zelf heb ik niet veel kunst in huis. Maar het is heel belangrijk dat het er is. Ik ben Lida Boer van der Voet. Ik ben geboren en getogen in Waarmond. 27 jaar heb ik ergens anders gewoond en nu sinds 15 jaar woon ik weer in Waarmond en ben ik weer terug en het voelt heel goed. Kunstmarkt vind ik een heel goed initiatief. Het is heel sneu dat het nu het weer zo slecht is. Deze galerie vind ik fantastisch. Je kunt er zomaar binnenlopen. Het is heel toegankelijk en open. Het draait op vrijwilligers. Dat geeft ook een goed gevoel. En ook de selectie die uitgekozen wordt, vind ik niet altijd mooi natuurlijk, maar voor ieder wat wil. Kunst betekent best wel veel in mijn leven. Wij gaan heel vaak, mijn man en ik, naar musea en speciaal tentoonstellingen bezichtigen. Ook wel eens in het buitenland als je op vakantie bent. En wat betekent kunst nou voor mij? Ja, je treedt een andere wereld binnen en daar kun je zelfs soms herkenning vinden in een gevoel of een gebaar. En ja, het blijft altijd boeiend. Ik ben Ed Bok en ik ben Waarmonder. En ik heb mijn leven lang altijd veel met kunst te maken gehad. Ik ben zelf ook kunstacademie geweest. En ik ben van huis uit nu schrijver en heb een boek gemaakt voor het Kaag Jubileum, 100 jaar de Kaag.
En ik sta hier met werk van de stichting Prograaf uit Voorvoeten. Van Toon Wegner, die een aantal maanden geleden is overleden. En daar kwamen elke zomer kwamen daar kunstenaars, bekende Nederlandse kunstenaars, samen in het atelier om een serie lino's te maken. En daar kon je op abonneren. En dat heb ik ook 25 jaar dat gedaan met 6 abonnementen. En dit is er eigenlijk een beetje over. En daar wil ik andere mensen mee gelukkig maken. Ik sta hier omdat ik te veel produceer en te weinig verkoop. Dus vandaar dat ik op de markt wil staan. En ik vind deze markt altijd heel gezellig. En ik kom er altijd met plezier. Kunst in mijn leven is belangrijk omdat het me inspireert. Het geeft een extra dimensie aan mijn bestaan. En ik vind het leuk om daarmee bezig te houden. Mijn naam is Hans Schneider. Ik woon tijdelijk in Warmond. Ik kom eigenlijk uit Oostgeest. Ik neem de gelegenheid te baat om het prachtige dorp te genieten. En nu is die smart hier. Het is wel fantastisch. Ondanks het weer komen er toch allemaal zeer geïnteresseerde mensen hier. En er is heel veel te zien. Kunst betekent heel veel in mijn leven. Ik ben jarenlang museumconservator en directeur geweest. Ik geniet met volle teugen van wat beroepsmensen, maar misschien zijn hier ook amateurs, tot stand brengen. Dat is echt helemaal prachtig. Misschien dat ik zelfs ook nog wat ga aanschaffen, daar ik wat koop. Mijn naam is Bart van der Meel en ik kom uit Leiden. Kunst is voor mij een soort uitlaatklep. Ik werk ik ben werkzaam als wasser en moet ik vaak heel specifiek op maten letten. En ik vind het leuk om dan creatief bezig te zijn. Dankjewel. Ik zat op deze markt omdat het me heel erg leuk leek. En het was dichtbij. En ik vind het een leuke markt tot nu toe. Wij zijn Johan en Maya Heijer en wij komen uit Hillegom. We zijn hier naartoe gekomen omdat we een stukje in een van de lokale krantjes hebben gelezen. En het ons heel erg leuk leek om dat te gaan bekijken. Ik vind de kunstmarkt heel leuk, gevarieerd. Ik had eigenlijk ook niet verwacht dat er sieraden zouden zijn. Dat is eigenlijk ook een vorm van kunst. En ja, het is jammer van het weer, want door het weer zou het eigenlijk veel mooier en ik denk ook drukker zijn. Het is groter dan ik verwacht had. En de galerie vind ik prachtig. Oud gebouw. Ik vind het leuk opgezet hier ook dat je kunst, dat je dus een expositie hebt en dat je ook gewoon lekker een bak koffie kunt drinken. Gewoon heel ongedwongen eigenlijk. Dus eigenlijk niet echt drempelvrees om naar binnen te gaan. Naar binnen te gaan. Nee. En doordat het in de oude gebouw is, komt het gewoon vreselijk mooi over door de hoge muur en alles. Ons toch een stukje van uiting van emoties door de betreffende kunstenaar. Wil niet zeggen dat die emotie ook altijd bij ons overkomt of zijn gevoelens van het prachtige product wat hij gemaakt heeft. Kunst heeft voor ons in die zin waarde dat het niet gekoppeld is aan geld. Iets van 10 euro kan voor ons veel meer betekenen als iets van 10.000 euro. Dus de keuze van kunst is bij ons ook toch wel een stukje mooi vinden en emotie. Ik ben Karen Wester en ik kom uit Voorschoten. Ik heb een zwak voor Warmond. En ik vind kunstmarkt altijd heel erg leuk omdat het heel veelzijdig is. Ja, een verrijking van je denken en ja, dan voel je er prettig bij als je mooie dingen om je heen hebt. Ik ben mevrouw Hulshoff en ik woon in Oostgeest. Kunst, dat maakt je een beetje los van de gewone dingen van elke dag. Het geeft een stukje verwondering. En ja, het geeft het leven toch wel een extra dimensie. Ik vind het heel goed dat het hier georganiseerd wordt. Het is alleen jammer dat het weer niet meewerkt. En het biedt ook aan mensen die met kunst bezig zijn een podium of een platform om te laten zien waar ze mee bezig zijn. En het werkt naar twee kanten, denk ik, stimulerend. Alsjeblieft, oké, okay, hartstikke leuk. Je weet voor de school van Kenia is het, hè? Ja. Het is heel apart hoor. Ja, oké, okay, dankjewel. Ik ben Akker Timmermans en ik kom uit Leiden. Ik sta met mijn vriendin hier samen op deze kunstmarkt, omdat we erg geïnspireerd zijn door zelf dingen maken. En zelf ook daar kijken hoe mensen daarop reageren. En dat we onze kunst kunnen verkopen.
verkoop mijn kunst voor het goede doel in Kenia. We hebben daar een school in Kiwegu. Daar werken we al 10 jaar aan, die school. En het betekent toch dat men makkelijker in onze grabbelton grabbelt dan dat men onze kunst koopt. Kunst is in mijn leven verwondering. Opnieuw kijken naar de dingen. Inspiratie krijg je daarvan. En als het nou, of is het een beeld, of is het licht, of zijn het de wolken. Ik vind kunst enorm inspirerend. Nou, we zijn de familie van Bel uit Vlissingen. En we staan hier op de camping voor de eerste keer in Warmond. En tot onze stomme verbazing was er dus ook een kunstmarkt hier in Warmond. Die we dus dan toch maar eventjes meedoen. Het is met mooi weer. Nog steeds droog. En dat is even tussen de buien door dat we dan dit geheel weer gezien. En het leuke ervan is dat je dan weer allerlei verschillende ideeën op doet om de mensen die je ziet en contact te leggen. Dat je zegt van nou kijk, het is hartstikke leuk om dat weer mee te maken. Leuk dat je hier die tassen zijn, dat ze gemaakt zijn van recycling spul. Dit is bijvoorbeeld van een oude bank. En dit is van inpakpapier. Inpakmateriaal. Ja, inpakmateriaal. En van een oude bus en van een oude tram. En ja, zo kom je zelf ook op ideetjes dat je zegt, oh, wie weet als ik nog eens een keer die tijd heb, ga ik zelf ook eens proberen om zoiets in elkaar te vreubelen. Ik heb een korte en een lange. Ik ben Hans Dool en ik kom uit Alphen. Kunst is voor mij hoofdzakelijk kijken, ervan genieten. En nou, zoals op deze markt loop ik rond. Ik let vooral op schilderijen, sieraden, aardewerk. Gezellig, kleinschalig en nou, ik zie de leuke dingen. Ik ben Martin Kortenhuis en ik kom uit Voorhout. Ik vind de kunst erg leuk, ik ben zeer geïnteresseerd. Maar ik heb een vriendin die schildert. We proberen het ook samen, maar zij is vooral degene die goed schildert. En ik blijf het overal museum opzoeken voor al moderne kunst. Ik ken de kunstmarkt niet, het is eigenlijk dat dit jaar voor het eerst komt. En ik ben net begonnen, dus de eerste 3 kamers zijn erg leuk. Dus het belooft veel voor de rest. Ik ben Rob Robbers, ik kom hier vlakbij vandaan uit Oegstgeest. Kunst in mijn leven, ja zelf. Ben ik daar niet actief mee, dat komt er niet van, maar ik vind het wel heel interessant hoe mensen met kunst bezig zijn en hoe ze creatieve dingen verzinnen. Wat je hier ook ziet, hoe ze met bepaalde bestaande stoffen bijvoorbeeld weer nieuwe dingen maken, dat vind ik wel leuk. En kijk hoe mensen daar van hun hobby misschien wel werk maken. Ik vind het wel aardig hoe mensen zich kunnen uiten op met kunst. Deze kunst in Warmond is de eerste keer. Je via Duren en mijn vrouw, zo kwamen we hier terecht. Dachten we van, het is altijd een leuke plaats. Eens kijken hoe ze dat hebben ingevuld. Dus ik loop net het eerste straatje door. En niet zo druk vanwege het weer. Maar ik vind het heel leuk en gezellig, ook in deze omgeving. Hoe het opgezet is. Mijn naam is Jan Dirk Smit. Ik schilder onder de naam Dirk. Ik maak voornamelijk figuratieve schilderijen. En ik laat van sommige van de schilderijen laat ik zeefdrukjes maken die zich hier in de raam bevinden. Die worden in een gelimiteerde oplaag worden die verkocht. Ik heb in mijn leven het uiten van een drang die er in mij zit en die er gewoon uit moet. En die geef ik vorm door met een emotie aan het doek te vertrouwen. De kunstmarkt in Warmond een kleine, genoeglijke markt waar het leuk toeven is met leuke collega's. En waar het altijd gezellig en druk is.